iedereen heeft verstand van design, want iedereen maakt design mee. Dat betekent wel dat je er verstand van hebt, maar niet dat je er verstand van hebt. Zelfs met user experience, iedereen is user en heeft een gebruikerservaring, maar dat betekent niet dat je er verstand van hebt. Maar er zijn toch een paar dingen die mij heel erg storen bij grote sites. Neem nou NTR, deze NPO player. Een player over een opgefokte jaarclub. En ja... Die in Brabant heeft 8 mannen opgepakt bij een grootscheepse actie tegen drugscriminaliteit. 3 van de mannen zijn lid van... Dan druk ik hier. En dan wil ik hem weer afspelen en druk ik weer daar. En dat moet je doen, want dan ga ik ergens anders zijn. Dat is zo irritant. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld als ik zoek in Google op zeilen, dan weet ik de tweede tab is images. Hartstikke goed. Ik zoek op Zandpoort als gerucht waar ik woon. De tweede tab is contextueel. Want als ik een plaats intyp, dan verwacht ik hem plotseling op de tweede positie. Echt niet. Kunnen we daar gewoon mee stoppen met dat soort kleine dingen waar ik boos van word? Of misschien moet ik niet boos worden van kleine dingen. Either way. Van mijn borst af en nu op de uwe. Later.